Vaart, goeiedag kijkers en welkom bij deze aflevering van HTV COVID-19 Update. Dit is het programma waarbij u informatie, inzichten en vooral updates krijgt over de COVID-19 pandemie die de wereld in zijn greep heeft en ook Suriname heeft te lijden onder deze COVID-19 pandemie. Op dit moment, Suriname staat er relatief vrij goed voor, hebben we 10 bevestigde gevallen gehad. Daarvan zijn 6 mensen reeds genezen verklaard. Jammer genoeg is 1 persoon komen te overlijden. En in quarantaine hebben we zo'n 280 mensen. We zijn nog steeds bezig om Surinaamse burgers die in het buitenland zitten te repatriëren. Dat gaat nog even duren. Iedereen moet daarna in quarantaine voor 2 weken. Dus nu zijn er 280 mensen in quarantaine. Dat is de stand van zaken op dit moment. 1 ding weten we zeker. In dit programma hebben we steeds mensen die de situatie bekijken vanuit hun discipline. En een tijdje terug vanaf de lockdown zijn enkele activiteiten resoluut stopgezet. En 1 sector die daar erg veel onder te lijden heeft, is natuurlijk de entertainment business. Geen nachtclubs, geen dansjes, geen comacandra's, niks meer. En mensen die daar heel nauw bij betrokken zijn, dat zijn natuurlijk de DJ's. En vandaag hebben we een van de bekende DJ's van Suriname in ons programma. Ik stel aan u voor DJ Andy Savado. Andy, goedemorgen. Goedemorgen, Marzano. Andy, even teruggaan. 13 maart, vrijdag 13 maart, is een markante datum voor ons. Want toen hebben we de eerste positief geteste gehad in Suriname. Dat en vanaf klopt. Toen... Ja, is er zoveel gebeurd. Los van jouw DJ zijn als persoon Andy Savado, als Surinaamse burger. Hoe heb je die periode ervaren vanaf zeg maar 13 maart tot de dag van vandaag? Ik volg het elke dag. Ik heb het elke dag gevolgd ook. Het is inderdaad triest. Ik kwam ook niet zo lang geleden uit Nederland van de vakantie bij mijn ouders daar. En het was daar al gaande, dus ik volgde het al een beetje op de voet in Europa. Het was nog niet zo erg als hoe het nu is. En ja, het zat eraan te komen dat het naar Suriname zou komen, helaas. En dat is ook gebeurd inderdaad, de 13e. En ja, het is eigenlijk vervelend en we hopen dat het zo snel mogelijk voorbij gaat eigenlijk. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Jij bent hier als DJ en vanaf de lockdown zijn vergunningplichtige activiteiten dus stopgezet. Welke impact heeft het gehad op jouw werk als DJ? Het heeft een hele grote impact gehad, want als ik mag praten namens de DJ's natuurlijk, wij verdienen in principe niks meer. Want wij zijn afhankelijk van evenementen, van clubs en noem maar op. Dus alles is nu dicht, dus wij hebben in principe geen inkomen nu. Dus dat heeft een hele zware impact. Oké, als je praat van het heeft een hele zware impact. Beschrijven een normale week voor DJ Andy Savado, zeg maar in de periode waarbij alles wel mag. Hoe ziet een normale week voor jou eruit en dan met het zicht op jouw DJ-werk? Ja, nou, eigenlijk is het werken wij meer in het weekend als de DJ's. Het kan zijn dat je vanaf donderdag tot en met zondag werkt. Ik werk meestal van vrijdag tot en met zondag. Dan heb ik sowieso wat vaste dingen daar in de clubs. Het kan zijn dat je donderdag inderdaad iets hebt, maar daarvoor ben ik gewoon... lekker met mijn dochters bezig en zo. Dus dat is mijn week eigenlijk, met sporten, zoals je weet. Maar ja, vanaf het weekend, dat mis ik het ergst, dat mis ik het meeste eigenlijk. Want je hebt een bepaalde ritme waarin je bent en dat valt nu helemaal weg. Ja, je praat over je dochters, over je gezin. Ook de scholen gaan niet open. Ja. Hoe gaat het thuis? Moeizaam in de zin van ze worden een beetje lui, moet ik eerlijk zeggen. We proberen ze te motiveren. Ga lezen, hou je bezig, toch met je schoolwerk. Ze terug te krijgen in een bepaalde ritme. Maar dat gaat natuurlijk moeilijk en we begrijpen dat ook. We waken daarvoor. Dus ja, we zijn ermee bezig thuis. Even terug op zeg maar de DJ's. Jullie zijn concurrenten, maar jullie zijn vrienden en jullie werken samen. Jullie absoluut, zitten in één branche. Absoluut. Begrijpen jullie die stap? Ik persoonlijk begrijp die stap en ik denk dat mijn collega's de stap ook wel begrijpen. Het gaat om de veiligheid van heel Suriname natuurlijk. Dus het is vervelend voor ons dat wij geen werk hebben en dat we geen inkomen hebben. Maar het is ook best logisch volgens mij dat er een lockdown is en dat de discotheken dicht zijn en evenementen. Weet je, dat er geen evenementen meer zijn. Dat is best logisch eigenlijk en dat vind ik ook eigenlijk wel goed. Ja. En er zijn er de laatste tijd wel wat berichten waarbij bijvoorbeeld boothouders en bushouders ontzettend klagen omdat ze geen inkomen hebben. Ze mogen niet rijden en ze hebben geen ongelijk. Er moet brood op tafel komen. Dat werk als DJ is jouw werk.
misschien heel persoonlijk, maar hoe doe jij het? Ja, ik ga in mijn reserve, in mijn, er is gelukkig wat gespaard. Ik vind dat je als persoon altijd moet sparen. Dus in voor zo'n situatie, je weet niet wat er gaat gebeuren natuurlijk. Het kan met alles te maken hebben. Maar je moet altijd reserve opbouwen. En ja, helaas ga ik nu in mijn reserve. Dus dat is gewoon een, ja, het is een feit eigenlijk. Hoe lang hou je het nog vol? Ik kan het nog even volhouden. Oké, okay. En die mensen die feesten organiseren, ja, evenementenorganisatoren, die maken lang van tevoren afspraken. En ik denk dat jij in deze periode ontzettend veel afspraken had met klanten, persoonlijke klanten, mm-hmm, verjaardagen, evenementen. Dat klopt. Hoe wordt dat nu afgewerkt? Er wordt een berichtje gestuurd of een mailtje of een mail. Dat vanwege de COVID-19 dat het niet door kan gaan. En, als je daar begrip voor kan tonen, natuurlijk betoon ik daar begrip voor. Ik kreeg laatst nog volgens mij een appje van iemand die zou trouwen. Die wilde mij echt graag op zijn trouwfeest hebben. En dat kan niet doorgaan. En hij vroeg van, kunnen we verschuiven? Kan ik je alvast wat geven om die datum vast te houden? Ik zeg, nee, dat hoeft niet. Ik zet het wel in mijn agenda. Ja. Als ik in het land ben, dan ben ik er gewoon. Ja. Dus ja, het gaat wel. Je moet elkaar, hoe zeg je dat? Je moet elkaar wel even begrijpen in deze situatie. En niet zo moeilijk gaan doen, vind ik. Mm-hmm. En laatst circuleerde er ook een filmpje op social media waarbij je een feestje zag eigenlijk op straat. Er was een DJ, er was muziek en mensen die dansten wel, maar ze behielden de social distancing. Ja. Heb jij als DJ dat ook meegemaakt? Hebben mensen jou gehuurd in deze periode? Nee, mensen hebben niet gehuurd in deze periode. Dus dat, ja, het lijkt me ook moeilijk. Het enige wat je kan doen inderdaad is misschien met afstand, maar ik heb dat nog niet meegemaakt. Wat ik wel doe is in principe, wij gaan live op Facebook en dan doen we in principe zo we draaien met de MC op afstand en dan komen de mensen in de Facebook live en dan gaan ze reageren, doen ze alsof ze in de club zijn, ja, ik ben bij de bar nu en dit en dat. Dus ze proberen zich wel aan te passen aan de situatie en dat is leuk om te zien, als je naar al de comments kijkt, het lijkt echt als ze in de club zijn. Dus die mensen vermaken zich thuis, ja, wel daarop. Ja, je haalt het nu terloops aan. Ik heb het één keer op de televisie gezien, was echt leuk, maar hoe ben je op het idee gekomen om dat te gaan doen? Nou, het is niet per se een idee van mij. Ik heb het in het buitenland gezien inderdaad. Ik ben er nooit een voorstander van geweest eigenlijk. Maar in deze tijd moet je wel, ik vind van dat je wel in contact moet blijven met je fans, om het even zo te noemen. En toen dacht ik van ja, we gaan het gewoon doen. En als we het doen, moeten we het gewoon goed doen. Dus ik heb wat mensen bij betrokken, wat collega-dj's, een MC. We doen het gewoon in mijn keuken. En we draaien voor de mensen en het wordt heel goed bekeken. Mm-hmm. En dat ding van de tv, wat ik was toen toevallig benaderd, ja, door iemand anders. Oké. Okay. Ja. En terugkomend op zeg maar de dj's in Suriname. Als jullie hebben contact, jullie zijn vrienden. Waar gaan de gesprekken nu over? Ja, veel gesprekken gaan over COVID inderdaad. Wanneer eindigt het nou? En inderdaad de vragen die je stelt van red je het wel, weet je? Hoe gaat het met je gezin, dat soort dingen. We hopen dat het weer snel op gang komt, dat we weer kunnen werken. Want iedereen mist natuurlijk, los van het geld, iedereen mist gewoon, ja, wat je houdt van. Het is eigenlijk je hobby waarvan je werk maakt. Dus iedereen mist dat. Het is iets wat je al jaren doet en het valt in één keer weg. Je doet het in één keer iets meer dan een maand heb je het niet gedaan. Dus het valt weg. Dus ja, daarover gaat het. En we praten veel over live. Ja. Veel DJ's gaan nu gewoon live op Facebook. En weet je, om zo te connecten met de mensen eigenlijk. Wat mis je het meest? Het publiek, het uitgaansleven, het publiek, het draaien, het vermaken van de mensen. Voor mij is een DJ in principe het vermaken van de mensen. En het is niets lekkerder als je bijvoorbeeld je draait en je ziet dat de mensen zich vermaken en reageren op jou wat je aan het doen bent. Dat is het lekkerste gevoel en dat mis ik het meeste, ja. Nu is deze lockdown al bijna een maand. Al bijna een maand zijn jullie niet bezig. Ja. Had je grote evenementen in deze periode? Ik had twee grote evenementen in Nederland, waar ik als eerste Surinaamse DJ op zou staan. Dat is Mysteryland, en dat is het grootste festival van Nederland, Mysteryland, en Latin Village. Ik heb gisteren toevallig een mailtje gehad, netjes, dat het niet doorgaat vanwege de overheid, wat de overheid in Nederland heeft gedaan. En ze schuiven het op naar volgend jaar, dus ja, we gaan even kijken hoe ze het precies in elkaar kunnen zetten. Dus ja, daar gaan we even kijken wat er gebeurt. Je zegt zelf eerst de Surinaamse DJ op zo'n groot evenement. Hoe voelt dat aan? Ja, dat voelt echt goed aan. Dat vind ik echt jammer dat het niet doorgaat. Hoor. Ik had me echt verheugd erop. Maar ja, het is niet anders. Je moet je aanpassen aan de situatie. Ze kunnen er ook niks aan doen. Hun geven liever hun evenement ook. Ja. Maar ja, als de overheid even op de handrem drukt, dan kan je niets meer doen. Draai je trouwens vaker in het buitenland? Ja, ik draai vaak in het buitenland. Ja. Waar zoal? Ik draai veel in Nederland. Serieus? Ja, ja. En word je daarvoor uitgenodigd? Ja. Soms ben ik gewoon daar voor mijn familie en als ik eenmaal daar ben, dan heb ik ook boekingen, maar ik word wel vaak uitgenodigd, ja.
Ja, en dan weet ik, ik weet van jou dat je bent heel sportief. We maken even een swing van zeg maar, jouw DJ-werk naar jouw sociaal persoonlijk recreatief leven. Je voetbalt heel graag ook met DJ's. Ja, ja. Hoe gaat dat eens komen weg te vallen? Wow, ja, wat voor gemis is dat? Ja, dat is echt een groot gemis. We spraken er net nog over. Ik voetbal eigenlijk. Je ziet het misschien niet, maar ik voetbal. ik eet ook veel, dat is het eigenlijk. Ik voetbal eigenlijk van maandag tot en met donderdag. Voetbal ik op verschillende plekken. Ook met de DJ's. We hebben als DJ's hebben we ook een voetbalgroep, om het zo te zeggen. Mm. Maar er zijn andere groepen ook waar ik voetbal. En ja, goed, dat valt in één keer weg. Als je 5 dagen elke week voetbalt, jarenlang. En je doet het al iets meer dan een maand niet. Is een groot gemis. En ja. als je echt van voetbal houdt, zoals jij houdt er ook van. Ik denk dat je er ook mee over kan praten. Is wel een groot gemis. Ja. En het is inderdaad gezond. Dus dat is het ergste eigenlijk. En wat doe je nu? Kijk, COVID-19 heeft trouwens de lockdown, de maatregelen, die hebben zoveel neveneffecten. Mensen moeten in shape blijven. Jij deed dat met voetballen. Hoe doe je dat nu? Of is dat helemaal komen weg te vallen? Het is komen weg te vallen. Ik ben een beetje lui. Ik ben een beetje lui geworden in de zin van... het is niet dat ik bang ben, maar kijk, ik ben ook lid van een vereniging waar ik in principe naar boven kan gaan. Maar ja, ik wil die kans niet nemen om... Je weet hoeveel mensen daar zijn. Waarschijnlijk houden ze het wel goed in de gaten, maar... Ik ben een beetje, ik weet het niet. Misschien sprak ik net erover, misschien moet ik gaan rennen. Wat jij ook doet, misschien moet ik dat gaan doen. Ja. Dus ik ga even nadenken. Je moet wel in shape blijven. Want op een gegeven moment gaat het, als het zo lang doorgaat, dan ga je qua conditie helemaal achteruit natuurlijk. Ja, en behalve conditie voor sport, ik kijk heel vaak naar DJ's die bezig zijn. Het is geen statisch ding. Jullie zijn heel erg bewegelijk. Mm-hmm. Het is super geconcentreerd werk. Het is bewegen achter de set. Je moet de mensen aansteken, niet alleen maar met je muziek, maar ook met je performance daar. Dat eist training, zoals een sporter training vereist. Mm-hmm. Nu heb je dat al een tijdje niet gedaan. Hoe blijf je voor wat betreft je DJ-werk in shape? Je draait in principe ook niet. Dus dat heeft niet zoveel effect. Om de ene week doe ik iets op Facebook. Ja, maar ik heb nog geen problemen daarmee. Maar nogmaals, ik zou inderdaad moeten gaan beginnen met een beetje rennen of wat oefeningen thuis. Af en toe ga ik wel even kickboksen bij een vriend van mij. Dus dat heb ik wel gedaan. Mm-hmm. Maar ik zou in principe moeten gaan rennen. Dus dat moet ook wel gaan gebeuren. Ja. Toen de lockdown net was afgekondigd, toen begreep iedereen het nu nog steeds hoor. Ja, maar toch gaat de verveling toeslaan. Toch denk je van, hoe gaat het verder? Er is nog geen zicht op wanneer het te einde komt. Maar bij alles wat we doen en jij met je DJ-werk, je moet gefocust blijven, je moet geconcentreerd blijven. Mm-hmm. Hoe hou je die focus vast? Door in principe dat live gebeuren, nogmaals op Facebook. Kijk, los van dat je connectie blijft met je mensen, met je fans, doe je het ook natuurlijk voor jezelf. Want wanneer je een gegeven moment draait, heb je een bepaalde satisfaction. En dat is ook een motivatie als je bent aan de draai voor de mensen en je ziet dat je zoveel views en zoveel comments en iedereen, zoveel mensen kijken. Dus dat is in principe mijn motivatie om gewoon door te gaan. Mm-hmm. En als zeg maar een groep van DJ's in Suriname, iedereen probeert natuurlijk zijn bijdrage te leveren aan het voorkomen van de verspreiding van het COVID-19 virus. Mm-hmm. Denk je dat de DJ's, dat er een taak is weggelegd voor DJ's in deze periode om bij te dragen aan zeg maar het op de vingers tikken van mensen om zich te houden aan maatregelen? Ja, het kan, want je hebt verschillende soorten DJ's. Je hebt DJ's die aan de top zijn, die heel bekend zijn. Ik denk dat die jongens misschien wel misschien even een video kunnen maken of zo op social media en de mensen kunnen, weet je, blijven die thuis, blijven op afstand. Dus ik dacht er zelf ook aan om te doen, ik heb het nog niet gedaan, ik hou niet zoveel van, maar het moet misschien wel gebeuren van een bepaalde groep van de DJ's. Voldoende fans denk ik. Ja, maar ook voor de fans, maar ook gewoon dat men bewust wordt van, weet je. Kijk, je bent een soort public figure en men kijkt toch, veel mensen kijken dan naar je op of naar de andere DJ op. En als je zo'n filmpje maakt, denk ik, en je spreekt de mensen toe, denk ik wel dat het kan werken. En hoe vind je trouwens de aanpak van Suriname over het algemeen in deze crisis? Of van het COVID? Ja. Ik vind het, als ik eerlijk moet zijn, vind ik dat ze het best goed doen. Ja. Ik hoor veel mensen negatief praten over ze. Ik vind dat ze het best goed doen. Als ik moet geloven, als ik naar de cijfers kijk en ik moet ze geloven als dat de cijfers zijn, dan vind ik dat ze het best wel goed doen. Mm-hmm. Dat mag gezegd worden. Jij was in Nederland kort voor de lockdown hier, kort voordat het toesloeg hier. Je had er al van gehoord. Mm-hmm. Misschien had je niet echt gerealiseerd wat het teweeg zou brengen. Had je enig idee nu een maand, anderhalf later dat we in deze situatie zouden zijn? Ik had wel het gevoel dat het zou komen natuurlijk naar Suriname. Maar
ja, je had geen idee wat voor impact het zou hebben natuurlijk, want je staat er niet bij stil. Of je stond er nog niet bij stil van, weet je, wat voor gevolgen kan het hebben? Het was net toen ik in Nederland was, was het net in China. Mm-hmm. In Europa had je misschien in Duitsland en België had je 1-2 gevallen. Dus het was nog niet echt, weet je, je kon nog gewoon vliegen. Dus ja, je dacht er nog niet echt aan. En maar ja, het heeft wel een hele grote impact gehad natuurlijk, mm-hmm. achteraf gezien. En als we een beetje vooruitkijken, iedereen wacht natuurlijk op het moment dat gezegd wordt, de wereld is COVID-vrij, wat nog vrij lang kan duren. Maar stel dat we komen tot dat punt, en dan kijken we echt een stuk vooruit. Jouw business is mensen entertainen. Bij jouw vak staan mensen dicht bij elkaar, bijna tegen elkaar. Ja. Dat is ook de kick van zeg maar, het uitgaansleven. Ja, ja. Nu realiseren veel mensen zich dat je die afstand moet bewaren. Ook al is de crisis voorbij, denk je dat mensen tijd nodig gaan hebben om terug te komen tot zeg maar, hun oude doen? Absoluut. Ik denk dat veel mensen misschien eerste 2 maanden misschien eens uitgaan. Dat ze even rustig kijken van, laat me even nog 2 maandjes nemen voordat we gaan proberen om uit te gaan. Maar mensen zijn natuurlijk angstig nog steeds. De wereld kan COVID-vrij zijn, maar je hebt een bepaalde angst. Je leeft in een bepaalde angst in deze periode. En ik denk dat het zo 1, 2, 3 weggaat. Dus naarmate mensen gaan naar de clubs, ik denk dat de rest gaat volgen. Maar ik denk dat het wel stapgewijs gaat hoor. Ja, want mensen zijn steeds meer bewust van keep distance. Yes. Dus je bent op een gegeven moment ook al gewend. Dus ja, wat je zegt van je gaat in een discotheek en iedereen staat letterlijk op elkaar. Dus ja. Ik denk dat men even gewoon even nog rustig naar naartoe gaat opbouwen. Oké. Okay. En dan Andy, als je nu vooruit kijkt. Ja, iedereen vormt zich een mening, probeert zich een mening te vormen. Maar hoe zie jij de toekomst zeg maar, in general met COVID-19 en specifiek naar jouw vak toe? Heb je het over Suriname of heb je het over Suriname. Ik denk dat het niet, als ik nu kijk naar de cijfers wat er gebeurt, denk ik dat het bij ons niet zo lang gaat duren. En ik ben heel positief, maar we hebben nu nog 3 gevallen. Die 3 gevallen zijn volgens mij bijna beter. Mm-hmm. Dus als die gevallen dus als die helemaal beter zijn, dan hebben we in principe 0. Als Suriname gewoon de grenzen gewoon al goed dichthoudt, wat een probleem in principe is nu aan de andere kant daar. Maar als ze zijn goed bezig, als ze het goed dichthouden en even dat er geen vliegtuigen komen, dan denk ik dat wij gewoon langzamerhand de economie weer kunnen opstarten. En dat iedereen weer, weet je, een beetje in het normale kan gaan. Maar je zou wel, het gaat niet meteen 1, 2, 3 over natuurlijk. Je gaat wel bepaalde maatregelen moeten nemen, zodat wij kunnen opstarten. Mm-hmm. Nogmaals, maar ik denk niet dat het lang hoeft te duren. Oké. Okay. En als het voorbij is, dan staat DJ Andy Savado klaar met zijn installatie. Dan staan we klaar om weer de mensen te vermaken, als de mensen komen. Ze gaan komen, Andy. Ja. Hey, bedankt voor je bijdrage. Ik denk dat mensen een beetje inzicht hebben gehad van hoe jullie het zien. Ja. Een beetje namens de DJ's. En laten we hopen dat het heel snel voorbij is. Ja, dank voor je bijdrage. Dank je wel. Nou, DJ Andy Savado heeft ons een beetje inzicht gegeven over hoe het gaat in hun branche. We horen wel van DJ's, maar vaak genoeg weet je niet wat ze doen, wat voor impact het heeft gehad. En ik hoop dat we vandaag een beetje meer inzicht hebben kunnen geven over het effect van deze hele coronacrisis nu op het leven van de DJ's en specifiek en de entertainmentindustrie in het algemeen. En voordat ik groet, dan wil ik u altijd herinneren aan de maatregelen. De hygiënische maatregelen, was je handen zo vaak mogelijk, ontsmet. Social distancing moeten we in acht nemen. Doe het maar met 2 meter, niet al te grote groepen bij elkaar. En nogmaals, niks op straat te zoeken. Tana Osso. Dit was ATV COVID-19 update voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.